groot alarm maandag tegen het eind van de middag bij het bedrijf MSD aan de Vlijtseweg. Er is een vat met zoutzuur gaan lekken. De brandweer en de politie snellen met sirenes naar de plek des onheils. De situatie lijkt in eerste instantie ernstig. Zoutzuur is een levensgevaarlijke stof. En er is maar liefst 900 liter van het goedje weggelekt bij het bedrijf MSD. Ja, vanmiddag rond 4:15 is er een vorkheftruck geweest die in het bedrijf een groot vat met zoutzuur heeft lek gestoken. Daarbij is zo'n 900 liter zoutzuur vrijgekomen. Die kwam gelukkig op een vloeistofdichte vloer terecht, zonder riool, zonder aansluitingen naar buiten. Dus dat is allemaal beperkt gebleven gelukkig. Door heel snel optreden van de bedrijfsbrandweer om die dampen te besproeien, te benevelen, is de schade eigenlijk beperkt gebleven. En zijn er ook geen giftige dampen buiten het bedrijf gemeten. Geen gevaar voor de directe omwonenden of de volksgezondheid, hoe dan ook. De vloeistof werd door de brandweer verdund door er water op te spuiten. Als het zoutzuur genoeg is verdund, wordt het overgepompt naar lege containers en kan het gevaarlijke goedje worden opgeruimd. MSD, voorheen Organon, maakt producten voor de farmaceutische industrie.
En u bent van? Ik ben van de Stentor. Plaatsen. Okay.